Welkom op mijn kanaal Donnerdag en mijn naam is Damon. En nu gaan we gewoon weer nog eens Robloxen natuurlijk. En in spel Roblox spelen we het spelletje Mad City. Ik denk dat de meeste mensen die Roblox spelen dit wel kennen, want het is een van de beroemdste spellen in Roblox. Je kan politie zijn, je kan crimineel zijn en je kan superheld zijn. Dat ben ik nu. En laten we meteen beginnen en kijk hoe groot de map dit spel heeft. Oh, het is nacht. Look. Kijk hoe groot deze map is. En dit is wat er aan de hand is met de map. De map wordt overgenomen door aliens. Deze die heeft een boog. Deze, kijk, is supersnel. Deze kan... Deze pak ik altijd. Deze kan... vliegen en vuurballen schieten. En deze weet ik veel wat deze kan. Kan deze ook vliegen? Nee. Dan hebben we deze. Deze vind ik echt heel... Deze vind ik ook echt heel vet. Deze kan niet vliegen, maar... elektriciteit kan deze schieten. Waarom heb ik mijn helm niet op, maar zit mijn helm aan mijn voet? Vreemd. Oké, ik ga gewoon voor deze. Deze kan vliegen, dat is super handig. Oh, daar zijn sowieso mensen. Hij is dood, yes! Dit guy is een noob. Ik ga niet zo vervallen. Oh ja, nachtclub. Daar is hij. Ja, ik ben dood. Nu weet ik dus dat hier iemand zit. Nou, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dood. Politie, naar boven. Nu ben ik even rot, hoor. Rot. Deze is handig aan deze superheld. Die kan gewoon over water heen rennen. Zo kan je supersnel van punt A naar punt B gaan. Als je over het water moet, hoef je dan niet eens, hoef je niet eens een boot te spawnen. Dan kan je gewoon rennen. Oh, dit is echt leuk zeg. Je kan gewoon over water rennen. Veel mensen die zeggen dat het cheat is, maar ik vind van niet. Het is een superheld. Elke superheld heeft zijn eigen powers. Moet zeker weten dat er niemand in de bank gaat. Want de bank is open. Oh, ik heb 20 HP. Nee, ik ben dood. Jammer. Nu ga ik eens een superheld zijn die ik bijna nooit ben geweest. Dit is echt handig. Dit is eigenlijk nog een best handige superheld. Are you kidding me? Oh, gelukkig, je hebt geen emerald gedropt. Als je een superheld kilt, dan dropt hij soms een emerald. En als je die pakt, kan je die superheld worden. Hier is mijn dirtbike. Hij is geglitched. Oh ja, als superheld is dat niet echt. Nu ben ik een gevangener. Nee, ik wil naar buiten. Ik kan wel in een wc staan. Laat me eruit. Gewoon hierheen. Dit is de makkelijkste manier om te ontsnappen. Je gaat hier naar de mines. Mines. En dan pak je een pickaxe. Dat is gewoon gratis. Zo, en dan zit hier een krek in de muur. Moet je hierheen rennen. Ja. Ik ben eruit. Ik ga altijd via de rand, want als daar dan iemand staat, dan kan ik zo doen.
En dan ziet hij mij niet. De bank is niet open. Nou ja, jammer. Dan ga ik wel even naar de criminele basis. Pak even een normaal outfitje. De vest doe ik bijna nooit. Ja, je hebt 20 meer HP, maar voor die 20 HP zal ik dat niet doen. En dat kost 6000 en dat heb ik niet. Dat heb ik wel, maar dat ga ik ook niet uitgeven aan de vest. Oeh, piramide is open. Daar moet ik snel naartoe. Er zit een jet. Kijk, dat vliegtuig zat letterlijk in de boom vast. Yes, ik spawn terug. De bike. Deze kostte best veel geld. 25.000. Die was gratis, die skin. Dat vond ik echt fijn. Die is gratis. Ik ben bang dat er nu gewoon slechterik achter me staat. Is de nachtclub open? Nee, natuurlijk. Het is niet eens nacht. Wat denk ik? Oh, bank. Ja, die is goed. Komen er dadelijk wel, denk ik. Hoor in ieder geval iets. Oké, ik ren. Omhoog. Wat was dat? Ik hoor voetstappen dus. Dat is goed. Dat is ook... Ik ga hier zo altijd staan. Hier liggen. Ja, enter passenger. Ik kan deze auto letterlijk kopen. Kopen! Mag Shelby kopen? Wil die auto kopen? Ik heb genoeg geld! Ik heb de Challenger. Brug, ga weg. Helikopter. Oh, dit is echt zo'n fijne auto. Kan zoveel deze auto. I'm going. Ik ben erg slecht in drift in deze game. Nou, ik kan in ieder geval nu even mijn auto customizen. Skins. Equip. Go, rennen bedoel ik. Oh, dit is het meeste wat ik kan meenemen. Rennen! Ik wil niet worden gezien! Waar is de criminele basis? Daar. Rank 24! Boeia! Oké, dat was even grappig. Oh, maar ik vind deze auto nog steeds echt vet. Wat kan ik gaan overvallen? Bank. Ik pak hem een keer weer er even bij, want ik wil niet dat er dadelijk hier achter iemand mis. Ja, dat is echt een tactiek. Gewoon daar staan, wachten tot er iemand, als je een superheld bent, daar wachten tot er iemand komt en dan bam, 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 bam. Oh. 32 HP, oh, dat is echt weinig. En dan moet ik hier gewoon gaan zitten. Veel mensen die denken dat je hier zo echt moet pakken en zo moet klikken om die te pakken. Want dat is het meeste van deze soort games. Maar deze is het niet, je moet hier gewoon staan en hij is het.
Ik rij hier. Ik drift hier om de hoek. Dan ga ik hierheen. Drift ik hier. Ja. Wat was dat? Ik zei ja. Ik wou je hoe zeggen, maar ik zei ja. Ja. Zei ik letterlijk ja. Oh, hier kan ik naar binnen gaan. Geld. Preus, graag eens geld. No money? Are you kidding me? No money? Ik wil wel money, money, money. Hier zal toch wel money liggen? Niks, dude. Hey, zelfde auto! Ik doe gewoon precies hetzelfde. Hier was ik letterlijk toen net ook al, maar nu is het open. Nice, casino. In het casino gaan, hè. Yes. Go, 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 go. Laat me er ook even. Check mijn auto. En hier ga ik de video afsluiten. Dus tot de volgende keer. Later.